quasi korting, die dacht, weet je wat ik ga doen tijdens het weekend? Ik kom gewoon met nog meer aankondigingen van belastingverlaging. Hoi, welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben Bas van der Hout, economisch journalist bij de Tijd. En ja, deze week hebben we het over de chaos in het VK. Nadat de minister van Financiën, Kwasi Kwarteng, met een belastingverlaging kwam. De grootste sinds de jaren 70. Nou, dat had als gevolg dat de pond aan het dalen was. Dat de Britse rente omhoog schoot. Het was een warboel. Dus zometeen ga ik het daarover hebben. Eerst wil ik eventjes dit zeggen. Want vraag jij je wel eens af, Bas, komt er ooit nog een moment dat ik niet moet huilen als ik mijn beleggingsrekening zie? Abonneer je op mijn YouTube-kanaal Boelbeer en Bas, druk op het belletje en dan krijg je een update zodra de nieuwe vlog online staat. Ja, Britse pond kreeg vrijdag forse tik nadat de minister van Financiën, Kwasi Kwarteng, dus met de grootste belastingverlaging sinds de jaren 70 kwam. Wat is nou het probleem? Economen zijn een beetje verbaasd, want ze denken van ja, normaal kom je met een stimulusplan als je de economische vraag wil aanjagen. Hè, als de vraag naar producten lager is dan het aanbod van producten in een economie. Maar ja, in dit geval is het totaal het omgekeerde het geval. We hebben eigenlijk te veel vraag en te weinig aanbod. En ze vrezen dan ook dat de inflatie nog verder kan aanjagen in het VK. En die is nu al 10%. En daarnaast zagen we ook de Britse rente fors stijgen na de bekendmaking van dat plan. En dat heeft ermee te maken dat beleggers vrezen dat de overheidsfinanciën daardoor uit de lood geslagen worden. Nou, dan denk ik van, oké, als je dat als minister ziet van, oei, de financiële markten reageren toch behoorlijk gespannen. Dan zou ik denken, ja, dan ga je de boel gerust proberen te stellen tijdens het weekend. Nou, Kwasi Kwarteng die dacht, weet je wat ik ga doen tijdens het weekend? Ik kom gewoon met nog meer aankondigingen van belastingverlaging. En zij zei, ja, we gaan nog meer de lasten verlagen. Nou, toen was maandag eigenlijk helemaal het hek van de dam. Toen zagen we dus het pond zakken tot onder de $1,035. En dat is het laagste peil ooit. En ook de Britse tienjaarsrente schoot flink hoger. Nou, woensdag kwam toen ook het Internationaal Monetair Fonds, eigenlijk de economische waakhond van de wereld, IMF dus. Die kwam ook nog met hele scherpe kritiek. Die zei van ja, deze belastingverlagingen zijn niet doelgericht. Ze zijn groot en ze dreigen de ongelijkheid te vergroten. Nou, en dezelfde dag kwam de Britse Centrale Bank nog met een ingreep. Want ja, die zou eigenlijk de obligatieportefeuille afbouwen. Maar dat heeft ze dus stopgezet. En die gaat dus tijdelijk weer obligaties opkopen, omdat ja, de obligatiemarkten niet fatsoenlijk, rustig, ordentelijk meer functioneerden. Nou, het pond en de rente die kwamen terug van hun extreme niveaus in de laatste dagen. En dat was met hulp van de ingrepen van de Bank of England dus. Maar ook door hoop bij beleggers dat ja, misschien dit plan wat meer verdund gaat worden na die heftige marktreactie. Nou, voor die ingreep van de Britse Centrale Bank waren de berichten dat er grote Britse beleggers met liquiditeitsproblemen zouden zitten. Dat is zorgelijk, maar ja, toen heeft de bank dus ingegrepen. Nou, en toen zagen we donderdag dat ook een aantal grote Amerikaanse beleggers mogelijk met liquiditeitsproblemen zaten. Ook daar waren berichten over. Dat is natuurlijk toch wel zorgelijk. Daarnaast waren er ook Fed-bestuurders van de Amerikaanse Centrale Bank, die nogmaals hint op een krapper monetair beleid, oftewel meer renteverhogingen. Ja, en dat die combinatie, dat zorgde ervoor dat beleggers op een verkopen gooiden. En dus zagen we de Amerikaanse beurzen hard onderuit gaan op donderdag. Vond je deze vlog nou leuk? Vergeet dan niet te liken en te delen. Nu komen de bloopers, als ze er zijn. En ik zie jullie volgende keer weer. Doei! Ja, ik weet, even denk hoor. Heb jij iets wat je wel eens afvraagt qua financiën? Iets met je energierekening, paniek? Nee, die hadden we vorige week al. Oké, ik weet het echt niet.